Adam Oosterbrink. Hij komt al aanlopen. Typografisch of grafisch ontwerper. Werkt veel beter met typografie. Balanceert heel veel met digitale en juist ook ambachtelijke technieken. Dus heel veel traditioneel. Zijn werk is kleurrijk, is uitgesproken. Maar ik vind dat heel vrolijk. Je kan hem misschien kennen qua werk van Festival Cement in Den Bosch, volgens mij. Tele 2, Brouwerij Brut. En hij is ook docent. Als ik het mag zeggen, de leukste kunstacademie van Nederland. Artes in Zwolle. Geef hem vooral een daverend applaus. Adam. Ja, je zou maar na deze presentatie van Nicky je werk moeten laten zien. Het is van groot naar klein, zullen we zeggen. Het wordt nu weer even heel klein allemaal. En straks met Lisa wordt het waarschijnlijk weer groot. Zag het tekstje op de website van dit evenement. En daar stond, ik moest een tekstje inleveren van waar ga je het over hebben. Dat wist ik eigenlijk niet zo. Maar ik zag wel wat de line-up was, wie de andere sprekers zouden zijn. Dus toen quote ik eventjes wat ik heb ingeleverd. Adam zal vertellen over hoe zijn werk steeds van vorm verandert. Dankzij spontane ingevingen, nieuwsgierigheid, mislukking, experiment en de behoefte aan onafhankelijkheid. En alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Van best verzorgde boeken tot handlettering en letterpress. Vooral het onzekerheid, dit tekstje is dan weer geëdit. Dat is nog korter gemaakt, waardoor die nadruk nog meer op onzekerheid kwam te liggen. En dus dan klinkt het alsof het zo'n praatje gaat worden dat gaat over hoe je je onzekerheid moet omarmen en zo. En hoe je daarmee om moet gaan en dat het dan toch allemaal goed komt. Dat is het niet. Dit kwam gewoon eigenlijk voort uit die onzekerheid, wel die ik had, dankzij die line-up. Fantastische sprekers allemaal. En daar sta ik dan tussen en denk je van ja, wat doe ik hier? Ik rommel maar wat aan, weet je wel. Ik heb wat aantekeningen bij me, want ik heb de neiging om nogal in detail te treden waar het er niet toe doet. Dus dan ga ik hier eventjes naar terug. Maar wat mijn verhaal eigenlijk is geworden, is een soort van min of meer chronologische volgorde van hoe ik bij vooral mijn vrije werk ben gekomen, naast mijn werk als ontwerper. En binnen mijn vrije werk zie ik mezelf eigenlijk ook nog steeds als ontwerper. Ik ben geen kunstenaar, denk ik. Een heleboel laat ik niet zien. Ik doe heel veel dingen. En soms word ik een beetje gek van al die verschillende dingen. Maar ik heb het ook een beetje dat heb ik wel leren omarmen. Dus dat is toch ook iets van mij. Zeker toen corona kwam. Vlak daarvoor was ik ook met een soort van jobcoach aan het praten van. Ik geef workshops en ik doe zoveel verschillende dingen. Maar waar ben ik nou eigenlijk echt goed in? Wat kan ik nou eigenlijk echt goed? Daar waren we over aan het praten. Ik heb een aantal dingen afgestoten. Maar toen kwam corona en toen bleek dat het ook een heel goede strategie is. Om heel veel dingen te doen. Want als er daar wat op droogt, dan is er daar altijd weer wat te doen. Hè? Er zijn ook allerlei dingen niet doorgegaan in die coronatijd. Maar ik had altijd wat te doen. En als ik helemaal niks meer te doen heb, dan heb ik altijd nog het vrije werk. Ik ga het niet hebben over mijn commerciële werk. Ik ga het niet hebben over workshops die ik heb gegeven. Ook niet over mijn lesgeven, dat doe ik ook. Bij Artes in Zwolle. Ik ga het niet hebben over sociale projecten die ik hier en daar doe. Ook niet over muurschilderingen. Nog meer muurschilderingen. Allemaal heel leuk om te doen ook hoor. Aan andere lettering gerelateerde uitstapjes. Dat is mijn beetje motion. Het is een project wat ik samen met Juriaan Hos heb gedaan. Die jullie misschien weer kennen van zijn animatiewerk voor Lowlands. Ik wil even terug naar 2005. Toen was ik nog zeg maar gewoon ontwerper. Daar heb ik mezelf dus wel een beetje van losgewrikt. Wat is dan gewoon ontwerper? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar toen maakte ik nog best wel veel boeken. Dat is iets minder geworden. Dit is een boek dat heb ik gemaakt samen met mijn moeder. Zij was een vrijwilligster in een AZC. Heeft daar veel mensen uit Bosnië leren kennen in de jaren 90. Bevriend geraakt met mensen. En op een gegeven moment schaamde zij zich zo als Nederlander voor wat er daar gebeurd was.
In Srebrenica. De meesten van jullie denken dat, weten dat denk ik wel. Dat is overlopen, de veilige compound van de VN is overlopen door de Serviërs. Er zijn een heleboel mannen verdwenen. Duizenden zijn er nooit meer teruggekomen. Zij heeft daar een boek over gemaakt met getuigenissen van vluchtelingen. Dat zag er zo uit. Veel nieuwsfoto's, stills van televisie. En getuigenissen van mensen die zij heeft gesproken. En dat was eigenlijk wel een heel hard boek. Dit zijn letterlijk de lijsten van de mensen die verdwenen zijn en die op een gegeven moment ook teruggevonden zijn en herbegraven zijn. Er zijn in die tijd, dit is dus rond 2004, waren er veel herbegravingen van mensen die eigenlijk nooit eerder gevonden waren. Dat waren hele jaarlijkse ceremonies en elke jaar 11 juli, dat is de dag van de val van Srebrenica, is dat een heel groot ding. Het wordt hier in Nederland steeds kleiner, maar in Bosnië blijft het groot. Mijn moeder kreeg, dit is een uitgave in eigen beheer, mijn moeder kreeg een uitnodiging van de, en dan moet ik dus even kijken, hoe heet ze ook alweer, de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. Ik denk dat elk boek dat, elke uitgave dat krijgt, om mee te dingen naar de best verzorgde boeken tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Mijn moeder had die uitnodiging eigenlijk al in de prullenbak liggen. Dit is toch geen kunst? Nou ja, er zijn een paar mensen hier in de zaal die mijn moeder kennen en die herkennen hem. Dit is toch geen kunst? Dit is het nieuws. En het is ik zei van ja, maar luister eens eventjes, dan krijg je misschien ook extra aandacht voor de goede zaak. En meer aandacht voor dit project, voor wat er gebeurd is. En toen heeft ze het toch uit de prullenbak gehaald, de koffievlekjes eraf geveegd, ingevuld en opgestuurd en verdomd. We werden genomineerd of we werden geselecteerd, laat ik het zo zeggen, in de tentoonstelling. Tot ook weer grote hilariteit van mijn moeder. Maar ik vond het ook natuurlijk hartstikke leuk. Het was de eerste keer dat een jury iets over mijn werk zei. En dan komt de onzekerheid wel eventjes om de hoek kijken. Onder andere Nicky zat in die jury, je weet misschien niet meer. Dit is wat de jury zei over het boek. Lees even mee. Dat zijn jouw woorden misschien wel. Dit is 2005. Uitgave in eigen beheer. De vormgeving van dit boek staat geheel in het teken van actie. De krantachtige, zware koppen, rafelige typografie, de gekaderde teksten, het expressief en overmatig gebruik van zwart, de grote aflopende beelden, mooi of lelijk, dat is hier niet aan de orde. Adequaat is het wel. Zoals een slordig beschilderd spandoek recht doet aan de kreet. Het gaat hier dus niet om een best verzorgd boek in de gangbare zin van het woord. Dit is een geladen getuigenis, een cri de cœur. De jury bleek gevoelig voor de bijzondere aard van dit boek en heeft met het opnemen van deze uitgave in de selectie in elk geval willen attenderen op het bestaan van deze uitgave in eigen beheer. Is dat een compliment of niet? Ik werd er heel onzeker van. Ik dacht, ja, weet je wel, eigenlijk vinden ze het helemaal niet goed, maar vinden ze het wel belangrijk. De vormgeving is dus shit. Weet je wel. Het is conceptueel, maar ik wilde gewoon bij die goede ontwerpers horen. Die echte, die traditionele boekontwerpers, weet je wel. Die elk jaar bij die selectie zitten, die mooie architectuur koffietafelboeken maken en zo. Dat is wat ik wilde. Dus ik werd er helemaal zo onzeker van. En toen heb ik in een volgend boekproject, samen met een vriend van mij met wie ik samenwerkte, Ruben Abels, kreeg een opdracht van WZNH, dat is de Welstandszorg Noord-Holland, een soort van provinciale schoonheidscommissie op het gebied van architectuur, bestond 90 jaar. Ik dacht, dan ga ik een best verzorgde boek maken. Weet je, dit gaat zo tof worden, een omslag, een linnen omslag met een blinddruk erin, gekke bindwijze, niet. Eén papierformaat, maar twee papierformaten en papiersoorten. Nee, drie papierformaten. Weet je wel, dus dat was een heel erg aanstellerig boek aan het worden eigenlijk. Werd wel mooi, daar niet van. Maar er was nog even één probleem. En dat, daar zijn we misschien als ontwerper allemaal wel eens geweest of als kunstenaar op dat punt. We hebben het eigenlijk een beetje door de strot van de opdrachtgever geduwd.
Hij vond het wel mooi, hij ging erin mee, alleen hij verkocht het niet, had het niet goed verkocht aan zijn bestuur. En die begonnen tegen te stribbelen. Hij heeft het heel laat pas laten zien, dit concept, eigenlijk toen dit drukwerk er al lag. Dus die pallet met papier die was er al, ter waarde van 16.000 euro of zo. En toen werd hij heel zenuwachtig, toen probeerde hij, had een hele leuke opdrachtgever was trouwens, een hele leuke man, die probeerde ons de schuld te geven. En die zei van, ja, jullie hebben mij door de strot geduwd, dat was ook zo, maar... maar hij heeft ja gezegd. Hij heeft gezegd, en dat konden we aantonen gelukkig, via allerlei e-mails. Een vriend van mij die advocaat was, die heeft me daarbij geholpen. En ik zei, ja, nee, is aantoonbaar. Niet jullie fout. Dus we zijn al eens het randje van die afgrond gegaan daar. We konden het aantonen. Uiteindelijk heeft hij het zelf moeten betalen. Grote stress natuurlijk, opdrachtgever kwijt. Ja. Zo gaan die dingen soms. En toen dacht ik ook wel, dat was een wijze les voor mij, was belangrijk. Ik moet niet iets proberen wat ik niet ben of zo. Weet je. Ik moet dat niet gaan forceren, want dan krijg je dus dit soort situaties. Als ik een grens wil opzoeken of ik wil vrijheid hebben of ik wil experimenteren, dan moet ik daar een eigen platform, een eigen plek voor vinden en dat niet ten koste van een opdrachtgever doen. Dat was heel belangrijk. En ik was altijd al aan het safe drukken. Maar gewoon voor mezelf, voor flyertjes, voor feestjes, voor kleine dingetjes, voor dingetjes die ik aan vrienden weggaf. Daar wilde ik al een tijdje iets meer mee doen. En ik had een goede vriend, Jasper Andries, die was ongelukkig als visualizer in de reclame. En die had ook iets nodig. En ik had ook iets nodig. We hadden elkaar nodig. Toen zijn we... gaan samenwerken, we zijn dingetjes samen gaan maken, we zijn gewoon gaan rommelen en uiteindelijk zijn we samen gaan safe drukken. En dat leverde, dit soort dingen op. Deze heb ik niet met Jasper gemaakt, maar met twee andere mensen. We schoven gewoon beeld heen en weer en we reageerden op elkaars beeld en uiteindelijk op het moment dat we tevreden waren, maakten we daar een safe druk van in een bescheiden oplage. Deze is geloof ik 15. We hebben ook hele grote oplages gedaan aan het begin. Dat was niet zo verstandig. Maar ja, dat moet je ook allemaal maar uitvinden. Dat was ook iets nieuws. Want het werkte wel heel goed. En mensen waren heel enthousiast. Mensen waren heel enthousiast om hun werk te delen. Of zich kwetsbaar op te stellen en zeggen van... Nou, hier heb je wat ik heb gemaakt. Doe er maar wat mee. Scheur het maar door midden. Zet het ondersteboven. Keer het binnenste buiten. Het werkte heel leuk. En... dit is een S die ik heb gemaakt en het is eigenlijk gebaseerd op een avondje Sambuca. Dus ik weet niet, misschien sommige mensen herkennen misschien die Sambuca S wel. Met deze twee heren die daar weer op hebben gereageerd. Heel vrij was dat. Dat was heel erg leuk. Dat liep ontzettend uit de hand en binnen de kortste keren hadden we enorm veel samenwerkingen gedaan. Hadden we heel veel posters gemaakt. Waren we alweer aan onze derde of onze vierde expositie toe en... Als je dat kan doen, dan kan je dus ook muzikanten en ontwerpers of beeldmakers met elkaar laten samenwerken. Dus op het moment dat, dat die doos van Pandora bij wijze van spreken opengaat, dan kan in één keer alles. En dat was een heel erg leuke, gekke periode ook. Dit is een project wat ik heb gedaan samen met een platenlabel. En dit was een expositie in Tilburg, See a Sound hadden we dat genoemd. Waarbij in dit geval, je ziet hier in de hoek nog James Zoo en Jeroen Erosi uit Eindhoven. Werk hebben gemaakt dat reageert op elkaar. Dus we hadden mensen aan elkaar gekoppeld die met elkaar aan de gang gingen. En tijdens de opening kwam de beroemde trompetist, hoe heet die ook weer? Erik Vloeimans. In combinatie met een DJ, dus daar kwamen jazz en hiphop kwamen daar samen en... Nou ja, heel erg leuk project. We hebben de hele tijd het interieur daar mogen bouwen. Was heel interessant. Dus dat in één keer zat ik in een soort van heel andere vaarwater, zeg maar. En was ik van, laten we zeggen, de gewone ontwerper, of de traditionele ontwerper die boeken aan het maken was. Was ik opeens zo dit soort dingen aan het cureren en aan het organiseren en aan het produceren. En soms ook aan het financieren. Dan kan je ook mensen laten reageren op het werk van Florentijn Hofman. Inmiddels een bekende Arnhemmer, daar zit hij. Misschien kennen jullie zijn werk van het Aardvark hier in de stad. Die alweer verdwenen is. Dit was in zijn loods in Schiedam, waar toen hij nog in Rotterdam woonde.
hebben we mensen uitgenodigd om beeld te maken. Toen hebben we een beeld van hem, een inflatable, helemaal bekleed met het werk van anderen. En dit was tijdens Art Rotterdam. Dan kan je ook een project bedenken met openbare basisschool De Klipper. Dan kan je ook kinderen en volwassenen laten samenwerken. Dan hadden we een monsterthema bedacht. Fantastische tekeningen uitgekomen, hele wand vol. Dan kan je daar ze daar ook over laten nadenken van, god, dan kan je ze daarover laten dichten. Diana Ozon erbij. Nou ja, goed. Het leverde dan dit op, in de Boterhal in Horen. Een ontzettend leuke installatie. Een soort van kleurplaatinstallatie die zwart-wit werd opgeleverd tijdens de opening. En werd gekleurd eigenlijk tijdens, in de tijd dat de expositie was. Er kwamen de schoolklassen daar langs en die gingen los op dat werk en zo. Maar waar ik achter kwam, was dat ik dit eigenlijk het leukste vond. De lettering en de vormgeving van die projecten. En het bedenken van een naam en het uitnodigen van de kunstenaars, de combinaties, de confrontaties bedenken en dan kijken wat er gebeurt. Dit woordbeeld heb ik samengemaakt met Jasper ook. Dus ik had een soort van interlock-achtige scheurletters gemaakt en Jasper had daar weer monstertjes van gemaakt. Hier zie je alle deelnemers dan aan dit project. Eigenlijk vond ik dit zo ontzettend leuk, dat die vrijere manier van werken, zeg maar. Ik zal je nog een aantal projectjes laten zien die we toen hebben gedaan. Reprogram, ook weer met de Framtunes platenlabel, waarbij... Nou, dit was eigenlijk niet echt een Mashville project, zoals dat heette, maar hier hebben we 16 beeldmakers en 16 remixes aan elkaar gekoppeld. En dan steeds dat kader laten terugkomen als een soort van consequent ding. Steeds een andere kunstenaar, in dit geval de graffiti kunstenaar Zets. En een feestje hadden we georganiseerd in Worm in Rotterdam, waarbij die projecties weer terugkwamen. Baster, toen hij nog Baster heette, Bas Koopmans. Tekstfiguur geïnspireerd op een expositie van Luce Ber in het Cobra Museum. Ik weet niet of jullie Luce Ber kennen, natuurlijk de ouderen onder ons wel waarschijnlijk. Dichter, kunstenaar van de Cobra groep. Maar die heeft ook hele mooie dichttekeningen gemaakt. Er was eigenlijk een tentoonstelling over zijn gedichten waarbij die tekende. En dat vond ik ook echt een soort van hele mooie, hoe twee werelden bij elkaar kwamen, poëzie en beeld. En dan door één iemand, was echt meesterlijk. En toen ik buiten stond, heb ik meteen een kennis van mij gebeld, Daniel D., een dichter uit Rotterdam, en gezegd van, hey, zoiets moeten wij ook gaan doen. Dat is echt te gek. Heeft hij 21 dichters uitgenodigd en ik 21 beeldmakers. En hebben we project opgezet. Dat hebben we tekstfiguur genoemd. En ook hier weer de vormgeving van het woordbeeld. Het is een uitgave geworden. Met de handgebonden RISO print uitgave in de twee kleuren. Dat hebben we gedaan via crowdfunding. En hier zie je dan wat dingetjes, de enveloppen. En de dankkaartjes. Allemaal natuurlijk zelf gezeefdrukt in mijn zeefdrukkerijtje in mijn studio. Dat is allemaal handwerk. En hier zie je wat resultaten van binnenin. Dus dit is met Niezen en de Vries, Richard Niezen. En Andy Vierens gecombineerd. Ze lood, mevrouw Van Dam met Xavier Roelens. Leesbaar, onleesbaar. Maakt niet uit. Mijn grote held Peter Pontiac kon ik uitnodigen hier in dit project. Die werkte samen met F. Starik, allebei helaas overleden. En dit is toch wel een van de voorbeelden waarvan ik denk, ja, dit lijkt wel alsof de dichter het heeft getekend of heeft de tekenaar het gedicht erbij geschreven. Dit komt wel heel dichtbij Luce Ber, vind ik, maar dan op een andere manier. En dat was eigenlijk omdat Peter die tekening naar mij stuurde en zei, ja, zo, nou, tekening, ik ben klaar. Ik zei, ja, maar Peter, dat gedicht moet er ook nog in, hè? Oh, shit, ja.
Oh, dat had hij, was hij even vergeten. En toen, nou, ik het gedicht. Oh, ik schrijf het wel even op. En toen, ja, Peter zei tegen mij, Adam, kan jij me daarbij helpen? Met de vormgeving daarvan. Ik zei, ja, dat ga ik toch niet doen, joh. Laat Starik dat nou eerst eens opschrijven. Uiteindelijk hebben we het gewoon zo op elkaar geplakt. Ik vind het een hoogtepunt. Sorry, letterlijk. Een andere held van mij, Max Kisman, had ik ook een excuus om die eens op te bellen en kennis te maken. En die wilde heel graag samenwerken met Wim Brands. Ik zei van, ja, Max Kisman, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Nee, maar ik doe het alleen als ik met hem mag samenwerken. Die werkte via de VPRO nou veel met elkaar samen. Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, ga ik nou zeggen, nee, je mag niet meedoen om die reden. Ik ben heel blij dat ze hebben meegedaan. En hier zie je al wat gebeuren. Ook in de vormgeving en dat ik dat allemaal zelf moest organiseren, heb ik ook veel van geleerd. Bijvoorbeeld, heel goed geleerd hier hoe risograaf werkt. Hiervoor kende ik dat eigenlijk niet zo, die techniek. Maar die heb ik heel goed leren kennen door dit project. En dat was natuurlijk ook heel interessant. Dat zie je ook daar gebeuren, hoe die kleuren met elkaar werken. Nou ja, en uiteindelijk is dat een onderdeel geworden van Poetry International in Rotterdam. Bij Galerie Opperklas zijn we terechtgekomen. En hebben we dat project neergezet. Die crowdfunding is gelukt. Fantastische optredens van de dichters. Waarbij ik erachter kwam dat uiteindelijk de beste presentatie van een gedicht niet is op deze manier, helaas, maar op deze manier. Ik vind dat uiteindelijk een dichter, als een dichter zelf voordraagt uit eigen werk, dat is het allermooiste wat er is, denk ik. Dan kunnen we nog eens ons best doen en het mooie vorm geven, maar het haalt het niet bij de presentatie van de dichter zelf. Nou ja, je merkte dat was nogal uit de hand gelopen, want dat deed ik dus allemaal gewoon naast mijn gewone werk. Ik heb ontzettend veel geleerd, heel erg leuk geweest, weet je, zelf die letters op de ramen geschilderd, top. Maar ook slapeloze nachten, want je nodigt allemaal mensen uit, die willen allemaal graag meedoen, maar die verwachten ook allemaal wat terug. Niet in de zin van geld, maar wel in de zin van een goed neergezet project. Als je die crowdfunding nou niet rondkrijgt, als het nou niet lukt met dit subsidietje wat je daar hebt uitstaan, als dit niet lukt, wat dan? Moet ik het dan zelf gaan betalen? Het geld heb ik niet, weet je wel. En dat kost op een gegeven moment zoveel tijd en zoveel zenuwen ook, dat eigenlijk ook moest stoppen. Toen heb ik met Jasper besloten van, nou, weet je, en Jasper was inmiddels ook zelf via dit project, maar ook op zijn eigen manier echt losgekomen. En die heeft toen samen met een aantal vrienden Amsterdam Signpainters opgericht. Die is gaan signpainten. Is daar ontzettend goed in geworden. En die heeft eigenlijk op die manier, denk ik ook, mede dankzij dit project, ook zijn vrijheid gevonden. We hebben nog één laatste expositie gedaan samen in een minigalerie in Amsterdam. Die tentoonstelling hebben we All Good Things genoemd. Dus dat woordbeeld staat daar op het raam geschilderd. All Good Things Must Come to an End. Nog één, alle posters die we over hadden, we hadden stapels over, moesten we ook vanaf natuurlijk. Hebben we nog één expositie georganiseerd en één kleine uitgave. En hier zie je de pagina's uit die uitgave. Die heb ik ook eens zelf vormgegeven. En dit is eigenlijk ook een cruciaal moment voor mij geweest. Omdat ik hier, in die periode ontdekte ik American Woodtype. Dus de houten blokletters voor de reclame uit de 19e eeuw. Dat is één. Dat ontdekte ik op dat moment en ging echt een wereld voor me open. Zo vet. En tegelijkertijd kreeg ik van, ik had dus mijn eigen zeefdrukkerijtje in de studio, kreeg ik van Michiel Schuurman. Die kennen jullie misschien ook wel. Echte professor zeefdruk nummer 1. Die mengt zijn inkten heel specifiek voor een project. Nog een leuk weetje, Michiel die drukt op blote voeten. Ik heb hem ook wel eens gevraagd, waarom druk je op blote voeten? Omdat je dan beter in contact staat met de aarde en beter kan afzetten. Omdat zeefdrukken is ook een soort van fysieke bezigheid.
En dan staat hij beter. Dan heeft hij beter grip, zeg maar. Ik vind het behoorlijk ver gaan, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Maar goed, hij gaat er dus zo ver in. En hij had dus ook allemaal potten inkt staan. En hij zegt tegen mij van, goh Adam, ik heb allemaal potten inkt staan. En ik zit er ook allerlei transparanties in en zo. En ik weet niet meer wat ze doen. Heb jij er wat aan? Ik zei, nou, kom maar op, weet je wel. Dus ik ben naar zijn huis toe gegaan. En heb echt een aantal dozen inkt, zeefdruk inkten van hem gekregen. Mee naar huis genomen, of naar mijn studio genomen. En zat ik in één keer met een hele grote hoeveelheid inkt. En daar heb ik dit ook mee gedrukt, waarvan ik niet precies wist wat die inkt ook ging doen. Ik zag natuurlijk wel de kleur. Je kan wel met je vinger even een beetje kijken wat het doet, maar je weet nooit 100% zeker. Maar er zaten dus allemaal gekke transparanties en semi-transparanties in. En dat ontdekte ik hier. En je ziet ook dat sommige, hier bij die brede O, dat die inkten ook niet altijd even goed op elkaar reageerden. Dat ging een beetje uitbijten en zo. Maar ja, dat was eigenlijk precies... Nee, niet wat ik zocht, maar wat ik wel vond, laat ik het zo zeggen. We dachten aan, hé, dit is te gek, ik heb het niet helemaal onder controle, ik weet niet wat het doet. Maar het is wel verrassend. Dus dat is eigenlijk het omslag geworden van de voorkant en de achterkant van de uitgave op A3-formaat, gewoon gedrukt op karton. En ja, ook een bescheiden oplage. En dit is dan een binnenwerk, hoe ook weer twee kunstwerken in Rizzo over elkaar gaan, waarbij het natuurlijk ook weer gaat om die transparantie. En dit was eigenlijk de grote ontdekking voor mij. En toen had ik eigenlijk een soort van werkwijze te pakken, volgens mij. Waarbij ik dus met die kleuren van Michiel ging spelen. En ook dus dat ik ook ging kijken, want ik had wel een plan van een poster of van een lettercombinatie. Maar ik wist niet precies wat de inkten gingen doen. Dus ik had ook niet van tevoren geen idee voor de kleuren. Dat doe ik tegenwoordig wel iets vaker. Dat ik denk van, nou ja, ik wil toch even weten wat het doet. Dus ik maak een paar kleurtestjes. Maar dat ging gewoon, ik ga naar de zeefdrukkerij en ik kijk wel, weet je, wat er gebeurt. En wat voor inkt ik die dag mooi vind. En dat zorgde natuurlijk ook voor dat het af en toe wel eens mislukte. Oh ja, en ik had nog één ding daarbij. Altijd een fluorkleur. Altijd op zijn minst één fluorkleur. Die fluorkleuren in zeefdrukinkt. Zeefdrukinkt is natuurlijk veel dikker. Hè? Een fluorkleur in PMS. Je ziet wel eens posters buiten hangen, daar hebben ze fluor gebruikt. Dat is, na 2 weken is dat heel erg bleek. Dit is zo dik, weet je wel. Dat kan je bijna voelen. Dit is een A3-formaat. Eigenlijk een of bijna 30x40 is het. Met een lijstje eromheen. Enter Xenos. Ja, ik noem dit wel eens gekscherend mijn Xenos werk. Omdat het heel goed verkoopt. Het lijkt me trouwens best tof hoor, als mijn werk bij Xenos te koop is. Ik bedoel, het is natuurlijk klinkt een beetje denigrerend, Xenos. Maar als ik een deal zou kunnen maken met Xenos om dit soort dingen daar te verkopen, dan zou ik het zeker doen. Ik wilde mijn werk ook verkoopbaar maken, daar gaat het eigenlijk ook een beetje om. Dus ik werkte veel op 50x70 in dat Meshville-project. Het is nog steeds mijn favoriete formaat, 50x70. Maar ik had via dat project een aantal een beetje naam gemaakt en ik kon op een aantal plekken ook wel terecht met mijn werk. Dus ik merkte gewoon, ja, mensen, kijk, in een galerie, dan ga je misschien zoiets aanschaffen, maar als je in een winkel bent... Waar ik mijn werk ook wel wilde. Ik wilde niet meer alleen maar in het galeriecircuit zitten, maar gewoon ook werk verkopen. Dan willen mensen iets wat ze onder de arm kunnen nemen. En ze willen eigenlijk ook het lijstje er al omheen hebben zitten. Ik zeg, ja, je kan toch naar die winkel gaan en daar zelf een lijstje uitkiezen. Kan je kijken of je hout wil, of wit of zwart. Nee, ik wil gewoon met lijst, kant-en-klaar, meenemen. Nou goed, weet je, dus ik ben dit soort dingen ook gaan maken. Variaties daarop. Oh ja, wat ik vergeet te zeggen is dat het ook, of kom ik daar later op terug, nou, dat merk ik wel. De uitroepteken, ja, er zit een soort van, ik hou er ook heel van om mijn werk te recyclen. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan met die vanuit dat woodtype idee, is natuurlijk dat je steeds letters hergebruikt. Hè. Je hebt een set houten blokken in de kast en daarmee doe je het. Nou, die houten blokken, het is mijn droom om ooit een keer naar Hamilton Wood... Woodtype in Amerika te gaan. Dat is eigenlijk de grootste producent, ook uit de 18e eeuw, die nog duizenden
letters hebben in allerlei formaten. Dat is zulke grote letters. Maar hier in Nederland is het... grafische werkplaatsen hebben allemaal wel wat letters, maar het is echt een soort van zeldzaamheid geworden. En het is heel duur. Dus je hoeft daar echt niet online te gaan zoeken, want je betaalt je scheel. Dus ik ben ze gaan factoriseren, dingen die ik vond online. En dan kan ik ze gewoon eindeloos schalen tot wat ik wil. Waarbij ik dus eigenlijk ook een set met letters opbouw die ik laat terugkomen in mijn werk. In dit geval het uitroepteken, zie je hier ook weer terug. En zo komen er af en toe verschillende dingen in de werken terug. Is het niet zo dat mijn werk alleen maar bij galeries te zien of in winkels te zien was, want in de tussentijd werd ik ook gevraagd om mee te doen aan verschillende projecten. Dit was een project, hip-hop geïnspireerde expositie, of ik een bijdrage wilde leveren. En daar is die wordprint eigenlijk ook uit voortgekomen. Dat begon met deze muurschildering. Dat leverde wel iets aardigs op, waarvan ik dacht, daar kan ik ook natuurlijk gewoon een print van maken. Dus dat is een soort van combi-ding geworden. En zo is zo'n uitnodiging voor een expositie vaak voor mij een aanleiding om weer nieuw werk te maken. Dit was de eerste oplage. Die was eigenlijk heel snel uitverkocht. Die is met goud en fluor. Ja, de fluor zie je niet echt hier op het beeldscherm natuurlijk. En toen heb ik een tweede oplage gemaakt. En die hebben jullie al eventjes langs zien komen. Daar heb ik er nog een paar van bij me, reclame. Ik heb een paar posters bij me, die kan je kopen als je wil. Daar kom ik straks nog op terug. Hier ligt die, dit is een hele fijne plek voor mij. Tussen die zeef en die zeefdruktafel, om te kijken of alles goed is. En dan gaat die zwarte laag eroverheen. En dan krijg je dit. En dit is dus die laatste print die je zag. Deze letter, die heb ik op een gegeven moment ook ontdekt. Wat het is, ik gebruik die woodtype letters. Weet je, op Pinterest staat er vol mee en zo. Maar ik pak hier en daar wat dingetjes en die ga ik dan factoriseren. En dan doe ik er wel wat correcties in. Ik neem ze niet helemaal één op één over. Omdat ze gewoon, soms zijn ze perfect. Maar heel vaak zijn ze ook een beetje onhandig. Onhandige letters zijn het. Bij de ene letter veel te dun is ten opzichte van de andere. Het heeft natuurlijk een bepaalde charme. Maar als ik een soort van woordbeeld wil bereiken op een bepaalde manier, dan ontkom ik er niet aan om toch een paar correcties ook erin te doen. Ik ben daar niet heel precies in hoor. Ik bedoel, de sprekers voor mij die zien, en jullie waarschijnlijk in de zaal ook, het echt wel het een en ander. Wat niet klopt. Deze print, dit is ook een uitnodiging voor een deelname aan een expositie. Geïnspireerd op het thema voetbal. En dit is eigenlijk mijn. En deze print die is weer die een pijnlijke herinnering aan de uitschakeling door Tottenham Hotspur van Ajax in de Europa League. Dit is voor mij ook voetbal. En vandaar dat ik die kleur paars, een beetje paarsblauw, dat is ook zo'n Tottenham Hotspur kleur in het midden heb gebruikt. Ik hou heel erg van voetbal. Maar dit is het voor mij ook. Het is die euforie die ook kan in één minuut kan omslaan naar een absolute wanhoop, zeg maar. Weet je? Dus het is een soort van, op dat het ene seconde denk je nog van, we zijn binnen. En de volgende momenten zit je diep. Hè? Oh, je wil hem niet meer zien. Nou, dat snap ik. Ik heb ook getwijfeld of ik hem wel in moest zetten, hoor. Maar. Dit is is ook zo'n werk voor de verkoop. Alfabetkaarten. Op een gegeven moment vroeg de Maker Store in Amsterdam. Dat is een winkel met lokale producten. Van heel erg uiteenlopend. Van kleding tot bier tot fietsframes. Tot drukwerk. of ik niet wat had voor hun winkel. Maar toen dacht ik ook van, ja, goh, wat heb ik nou voor zo'n winkel? En toen, vanuit dat woodtype, kom je natuurlijk ook heel snel bij die chromatic type terecht. Hè? Dus de letters die op zijn gebouwd uit meerdere kleuren. Dat vond ik ook altijd interessant. En eigenlijk op basis daarvan heb ik dit, laten we zeggen, product bedacht. Die alfabetkaarten. Het is altijd in dit geval opgebouwd uit twee kleuren. Wat ik hier heb gedaan is iets waarvan Victor heeft gezegd in zijn lezing, dat mag je dus nooit doen.
Namelijk, de basis van deze letter is een lettertype dat heet gravuur. En die heb ik gewoon een hele dikke outline gegeven. En toen had ik in één keer een hele dikke variant van diezelfde letter. Dus ja, toen jij die slide liet langskomen, dacht ik van, oh shit, ik moet straks, moet ik het wel eerlijk zijn en zeggen dat ik het zo heb gedaan. En dat vindt dan op deze manier de weg naar die winkel. Ik heb hem even van boven gefotografeerd, want van voor zie je. Ik moet eigenlijk dat kistje, het is zo'n groot succes, ik moet gewoon eigenlijk dat zelfgetimmerde kistje, ik heb inmiddels 3 van die kistjes op verschillende plekken staan, moet ik eigenlijk een soort van mooi metalen ding eens een keertje van maken, dat je dat goed ziet. En ik moet wat doen aan die plastic tasjes, want dat kan ook niet natuurlijk. Hè. Als die is uitverkocht, dan komt er dan heb ik altijd wel weer een idee voor een volgende, want het gaat heel hard. Ik heb ze ook gezeefdrukt, maar ze verkochten zo goed dat het gewoon niet opschoot. Dit is eigenlijk weer hetzelfde principe, maar dan anders. En ook weer dat spelen met die kleuren, het uitwisselen in zo'n alfabet. Ik dacht op een gegeven moment ook van, het is leuk, je kan je gaan uitwisselen. Je kan dus dit alfabet mixen met een ander alfabet, maar dat is een beetje academisch gedacht. Mensen willen dat niet. Mensen willen gewoon diezelfde letter. Dus eigenlijk best wel stom. Ik sprak Florentijn, die zei me net in de pauze van, goh, ik kwam erachter, ik heb nog heel veel van die letters dus over. De Q, de X, weet je, dat zijn van die letters die niet verkopen. De A en de E, er zijn er, en de J doet het ook heel goed. Die is altijd meteen uitverkocht. Er zijn heel veel mensen met de voornaam die beginnen met een J. Die had ik eigenlijk moeten meenemen en aan jullie moeten geven. Maar ja, goed. Vergeten. Nou, en dit is wat er dus gebeurt. En dit vind ik ook heerlijk. Dat die RISO niet helemaal sluit. Dat die inkten, die vlakken soms zo verzadigd zijn, of dat ze snel willen drukken, dat ze een beetje nat in nat drukken, dat het gaat uitbijten, dat zie je daar rechtsonder. Ja, ik kan, zoals jij, Victor, heel erg lang kan kijken naar die animatie, kan ik hier eindeloos naar blijven staren. Dit is echt mijn ding, dat vind ik zo leuk. En omdat elke letter ook weer anders is, hè, dat is het leuke van het drukken, dat de R die hieronder ligt, daar is iets anders aan mis, of daar is iets anders aan qua inktmenging mis. Nou, zo gaat dat dan. Dat is dan weer een nieuw alfabet. En zo gaat het door. Van dat alfabet, dus dat recyclen zit er inmiddels ook heel erg in bij mij, dat ik denk van, hé, maar wacht eens even, dan kan ik er ook dit mee doen. Of dan kan ik er ook dat mee doen. Waar ik eerst had bedacht, ik maak steeds een nieuwe letter, ik bedenk steeds iets nieuws, denk ik nu eigenlijk van, hé, het is eigenlijk leuk om te kijken wat ik steeds opnieuw kan doen met eenzelfde letter in een andere kleur. Variant of in een andere compositie. Dit is een A4. Is nog handiger mee te nemen. Verkoopt dus ook als een tierenlier dit. Met lijstje, goedkoop lijstje eromheen. Maar het is, ik vind het wel heel leuk. Ja, ik doe er een beetje gekscherend over. Maar ik vind het dus wel heel leuk dat ze me de hele tijd mail sturen van je moet je voorraad aanvullen. Dat vind ik natuurlijk te gek. En natuurlijk doe ik dan wel, dan weet ik dus dat dit werkt. Hier heb ik inmiddels, deze variant is er ook geweest. Dit is, soms werkt het zo dat ik dan een alfabet maak en dat daar dingen uit voortkomen. Of soms komt er iets voort uit dit. Deze heb ik nog niet als alfabet gemaakt. Het is een beetje een soort van een neon variant. Deze heb ik gemaakt en die was eigenlijk ook meteen weg. Maar dit was wel heel leuk. Het was een reclamebureau die... van een vriend van mij, die is daar creatief directeur, en dat Herk heette zij. En zij begonnen als een tierenlier te groeien. Ze waren allemaal mensen aan het aannemen. Adam, we willen wat geven aan onze nieuwe medewerkers. Ik zei, nou, ik heb toevallig net een... Eigenlijk was dit een soort van uitprobeersel, die Yes Yes. Het was weer een variant op die ABC-kaarten. Van, goh, ik zou er ook een soort van neonletter van kunnen maken. En RISO, dat kost helemaal niet zoveel. Dat kan je gewoon maken zelf om te kijken wat er gebeurt, ook met de kleuren. Ik heb het ook wel eens laten maken, een oplage van 20. Niet tevreden, in de kast, iets anders overheen gedrukt. Ik heb soms ook wel eens direct naar het oud papier gebracht. Dat gewoon niet goed genoeg, niet tof, de kleuren werken niet. Maar hier kon ik meteen die hele oplage kwijt aan het bureau. En dat vind ik dan heel erg leuk als ik dan dit soort dingetjes op Instagram zie terugkomen. Het is allemaal heel klein, weet je wel, maar het is wel... Ja... Lief toch?
Op een gegeven moment dacht ik, grafische werkcentrum Amsterdam is een plek waar ik graag kom. Het is een grafische werkplaats zoals elke stad er wel één heeft. En ik liep daar heel lang rond, ik ken die mensen. Ik heb wat de zeefdrukinstallatie heb ik ooit met Jasper van hun overgenomen, omdat zij het hebben afgestoten. Zij hadden er geen tijd en geen ruimte meer voor zeefdruk. Dus sinds die tijd ken ik ze al. En ze zeiden altijd, kom nou eens een keertje bij wat bij ons doen. Maar ik wist niet zo goed wat. En dat had er meer mee te maken dat ik heb nu die Lala-letters, die zijn dus in hout, over mijn zeefdruk heen gezet. Dat was een soort van eerste ideetje, dat ik dacht van, nou, ik kan wel eens wat proberen. Want die houten letters van hun, zij hebben dus bijvoorbeeld zo'n beperkte hoeveelheid letters. En dat heeft voor mij altijd heel lang geduurd voordat ik dan met die plek terecht kwam, omdat ze alles wat de mensen maken, die maken allemaal gebruik van dezelfde hoeveelheid letters en daardoor wordt het allemaal een beetje hetzelfde. Daarom heb ik ook enorm bewondering voor letterpress mensen als Alan Kitchen, is natuurlijk echt de hele grote naam, die de hele tijd met steeds hetzelfde, steeds weer iets anders doet. Dat vind ik zo knap. Maar dat is mij nog nooit gelukt, dus ik heb mijn zeefdruk daar naartoe meegenomen. Ik dacht van, dat is echt van mij en dan ga ik er iets aan toevoegen. Dat was een kleine print. Toen dacht ik, ik ga hem groter maken, want ik wil meer met dat zetsel doen. Ik wil meer toch die letters van hun toch leren kennen op een andere manier. Ik denk dus, als dit kan, dan kan het dus ook groter. Deze heb ik gezeefdrukt. Dit is een 40x60 uit mijn hoofd. Gewoon in de studio gedrukt zelf. En toen dit zetsel gemaakt en eroverheen gedrukt. Dus daar komt die transparantie weer terug. Daar komt dat woordspelletje komt weer terug. En gewoon eens uitproberen wat dat doet. Deze heb ik ook bij me. Kan je kopen. En zo hangt hij dan thuis bij aan de muur. En wat ik dus te gek vind en wat ik dus wel echt heb ontdekt in die werkplaats, dat is hoe die drukinkt werkt ten opzichte van zeefdruk. Zeefdrukinkt is eigenlijk heel plat en je kan het voelen. Dat is te gek, maar die drukinkt heeft een bepaalde diepte, die is echt wel heel anders. En je ziet dat het een hele andere, het glimt. En dat ten opzichte van die platte zeefdrukte inkt, dat is wel iets waar ik meer mee wil doen. En toen ik dus eenmaal daar binnen was, dacht ik wel van, oké. Toen begon ik erin te komen. Maar ik heb toen wel eventjes die houten letters losgelaten, omdat ik op iets vrijere manier wilde werken. Hoe zit ik eigenlijk in de tijd? Nog een keer. Oh, ja, perfect. Toen ben ik vormen gaan snijden uit. Ik ga even snel vooruit hier. Uit vinyl, gewoon vloervinyl. Dit eigenlijk. Nee, wat is het? Nee, het is een soort rubber, dit. Maar goed, er was een beetje ontdekken hoe dat werkte. Ik had gewoon het idee van: je hebt een ampersand. En die bestaat uit meerdere delen. Dat is gewoon, dat is eigenlijk de betekenis in zichzelf. En wat ik ook ontdekte is dat je dan eigenlijk kan gaan schilderen met drukinkt. Dus hier links zie je dan hoe dat werkt. Dan heb je die inkt, die verdeel je op een stenen oppervlak. Dan rolt het uit. Dan rol je je vormen uit. Dit was trouwens een beetje de verkeerde manier. Maar dat was wel leuk, want dit hadden ze bij de werkplaats ook nog nooit gedaan. Allemaal inrollen, op de plek leggen. Dit is een kniehevelpers, zoals dat heet. Dus ik rol die plaat onder die grote pers, een soort van gigantische bloemenpers, zou ik maar zeggen. Die gaat zo. Je trekt aan dat houten hendel. Je trekt hem zo naar beneden en dan kan hij zo'n oppervlak drukken. Fantastisch mooie ding. En daarmee druk je het af. En dus wat je kan doen, is je kan eigenlijk besluiten om hoe je die vormen in schildert, als het ware, met drukinkt. En dat zie je in die grote vorm. Daar heb ik niet echt heel erg mijn best gedaan, maar dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie werking.
vonden de ervaren drukkers uit de vrijwilligers natuurlijk helemaal niks. Nee, dat is niet goed, weet je wel, dat moet helemaal zwart. Ik zei, nee, juist niet. Dus dat is, dan wordt een heel interessant, zij hebben superveel verstand. Als je perfect iets wil drukken, moet je bij hun zijn. En als je op deze tour gaat, ja, dan worden ze heel zenuwachtig. Maar dat is juist heel leuk, weet je wel, omdat je ze dan, dat je samen dan een soort van onbekend terrein betreedt. Het enige nadeel van wat ik hier deed, was dat ik dus heen en weer liep met die vormen. Want ik moest deze vormen dan oppakken. Nou, je weet al wat er dan gebeurt. Om ze daar neer te leggen, dan krijg je dus inkt aan je vingers. Want dan heb je dat neergelegd. Vervolgens moet je met die inktvingers je papier neerleggen en afdrukken. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus dat was echt een hels gedoe. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. Heb ik voor een expositie ook gemaakt en heb verkocht via de winkel van het Grafische Werkcentrum. En toen dacht ik, ja, ik wil er nog een stap verder mee gaan. En ik had inmiddels doorgekregen, ook via een workshop van een hele goede letterpress kunstenaar, ontwerper, kunstenaar, Davy Kühne. Ik weet niet of die naam jullie wat zegt. Uit Zwitserland, Davy Kühne. Gaat opzoeken, is echt heel tof wat die man maakt. Die is echt een, met die traditionele technieken op een hele erge nieuwe manier bezig. Ik had een workshop met hem gedaan en ik had het met hem over gehad. En zei, nee, natuurlijk kan dat, je moet het wel op je, je moet het vastplakken. Je moet het, en daar moet je het inrollen. Je moet dat niet gaan inrollen en dan naar de pers brengen. Dit is een nieuwe variant van die poster. Andere vormen, beter vinyl, harder vinyl. Dat andere was heel goedkoop wat ik had. Deze is ietsje duurder, maar hij is echt heel mooi. En dit is op een Asbern pers. Dit is een semi-automatische pers. Dus wat ik net deed was echt afdrukken. Deze irisdruk, dat is natuurlijk ook nogal wat. Dat kan je natuurlijk nooit inrollen. Ja, dat kan je wel doen, maar dan wordt het echt een beetje schilderachtig. Je kan deze machine aanzetten waarbij die rollen over elkaar gaan draaien. En dan kan je de inkt op de draaiende rol doen. Met je plamuurmesje voorzichtig. En dan gaat het langzaam in elkaar vloeien, als het ware, die inkt. En dan moet je hem de hele tijd blijven bijinkten. En ondertussen draait hij door. Dat heb ik op die plaat hout geplakt, die vorm. Spiegelbeeld natuurlijk. Klap je het naar beneden. En dan kan je drukken. En dan moet ik nog een keer drukken volgens mij. En dan gaat hij even naar... Kijk, dan zie je mij samen met iemand die me helpt. Dan draai je dat er zo overheen. En dan heb je je eerste laag. En nou ja, goed, het is wel ingewikkeld werk. Je moet het met z'n tweeën doen, want ik heb een beetje zwaar papier. En dat klapt om en het is echt een enorm gedoe. Dan heb je die eerste laag gedrukt, dan ga je die tweede, dan ga je deze laag drukken. Dus die vormen heb ik ook weer op hun plek geplakt. En dan met drie verschillende rollers. Heel dit heen en weer lopen, weet je wel. In inkt, heen en weer lopen. Ontzettend arbeidsintensief, maar wel echt heel erg fijn werk. Die rol je dan allemaal in. En dan draai je hem dus, draai je deze print weer opnieuw eroverheen. En dan vul je de print aan met die andere kleur. En dan krijg je dit. En ook hier, ja, die ontdekking van die transparantie. Die heb ik natuurlijk, hè, sinds die transparante inkten van Michiel. Is dat echt voor mij de ontdekking. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi wat hier gebeurt. Deze poster heb ik bij me. Kan je kopen. Kan je straks ook winnen trouwens deze. Als je hem niet wint, kan je hem kopen. Maar dit is iets dat... ik zal hem even laten zien. Ja, dit licht is dan ook weer een beetje raar natuurlijk. Maar het leuke is eigenlijk dat... Ja, kijk, het verschil tussen die geel en die geel. Dit gaat echt over... En ik ben... Dit is waar ik mezelf helemaal in kan verliezen in papier en letters en inkt. En dan die combinatie, die transparanties. Dat is echt ik bedoel, het is altijd weer een wonder. Zeker, en dat is het leuke van na dat drukken, dan trek je hem, die poster, die, dan af. Of in dit geval, dan komt hij eruit. En of het dan gelukt is of niet. En of het dan mooi is of niet. Nou, ga ik even heel snel, want ik ben ook bijna aan het eind. Nou ja, dit is dus gewoon vrij werk. Deze poster die verkoop ik bijvoorbeeld dan op het moment als dit of via de website of via de site van het Grafisch Werkcentrum. Wat er gebeurt is dat er soms opdrachtgevers
nu naar mij toe komen. Of omgekeerd, mensen zeggen van, goh, ik wil dat je een print gaat maken voor mij in een beperkte oplage voor mijn klanten. En dan komen ze er een keer, dan gaan ze mij verder opzoeken en dan komen ze denken achter dat ik ook ontwerper ben. Want dat ben ik nog steeds, hè? Dus het lijkt net alsof ik nu een soort van de grafische kunstenaar ben geworden, maar ik doe nog steeds dit soort dingen. Deze persoon die kwam naar mij toe, omdat haar bedrijf 20 jaar bestond. Ze zei van, ja, 20 jaar en ik wil mijn klanten iets geven. Kun je een print voor me maken? En die kwam er toen achter van, oh, maar je doet ook, je bent ook ontwerper. Toen is het eigenlijk omgekeerd gegaan. Toen hebben we eerst een nieuwe huisstijl gemaakt en op basis daarvan die print gemaakt. Die naar haar, ja, ik geloof iets van 70 klanten of zo is die toegegaan. Dus wat er nu gebeurt is dat die twee dingen een beetje in elkaar gaan schuiven. En dat vind ik wel heel erg leuk, heel erg interessant wat er dan gebeurt. Is dat het vrije werk met toegepaste werk beïnvloedt en omgekeerd. Het kan ook zijn dat een klant voor wie je al jaren eigenlijk werkt, Holy Fools is een productiemaatschappij uit Amsterdam die commercials, vooral commercials doen, die erachter komen dat ik ook die andere dingen doe en zeggen van hé, maar je bent ook een heel tof ander werk eigenlijk. Kan je niet voor ons een nieuwjaarswens maken? En toen heb ik dit jaar voor hun een serie van 3 verschillende posters gemaakt. Rizo. En als je goed kijkt, dan zie je dat die letters holy ook weer, dat is diezelfde letter weer van die ansichtkaarten. Maar dan gestript van alle effecten, als het ware. Dus in die zin, die recycle ik weer. En die nul van die 2000 is bijna de nul die ik ooit eens een keertje voor een OK-print heb gebruikt. En zo wissel ik dingetjes uit met elkaar en is mijn werk aan het transformeren eigenlijk naar iets wat ik zelf wel heel prettig vind. Ik heb de laatste tijd heel weinig tijd gehad voor vrij werk, helaas. Te druk met lesgeven en ander werk, maar ik wil heel graag terug hier naartoe. Niet naar de mondkapjes trouwens, maar wel naar die werkplaats. Dit is, nou ja, hier zie je dus ook weer een variant op de, die wilde ik ook nog even uitproberen, die ampersand, maar dan niet zwart, maar die zwarte vorm had ik doorgedrukt. Dus een tijdje blijven liggen en toen heb ik hem afgemaakt, ook nog een keer met kleur. En ik wil heel graag terug naar die werkplaats, omdat daar gewoon ook geen tijd bestaat of zo. Weet je wel, daar is het ook, daar kunnen dingen gewoon, kan je dingen stoppen. Ik heb nu echt 5 van dit soort projecten liggen die ik nog moet afmaken. Maar het maakt niet uit, het blijft gewoon liggen totdat ik zover ben. En dingen kunnen ook mislukken, is ook niet erg. En op deze manier, wat heel goed voor mij werkt, is dat ik me een beetje onderscheid van al die fantastische ontwerpers die er zijn. Er zijn zoveel ontwerpers die ook veel beter zijn dan ik, maar die niet dat gangetje naar de werkplaats weten en die minder met vrij werk doen. En dat werkt voor mij in ieder geval heel goed. Ik val daardoor voor sommige mensen op en dat ze denken van, hé, dat is interessant. Ik raad jullie allemaal aan. Zoek je lokale grafische werkplaats op en ga het gewoon eens proberen, weet je wel. Ga gewoon klooien, ga gewoon uitvogelen en experimenteren. Ik kan niet wachten tot ik weer terug kan. Dankjewel. Ja, fantastisch natuurlijk. Echt heel inspiratievol. Die ouderwetse technieken die je weer kan gaan gebruiken. Ook juist om nieuwe dingen te maken. Ja. Het duivels dilemma. Nooit meer Rizo drukken of nooit meer zeef drukken? Nooit meer Rizo drukken. Want Rizo is toch eigenlijk een beetje de goedkope variant van zeef drukken. Oké. Dus die was eigenlijk heel simpel. Oké, was eigenlijk heel simpel. Zijn er nog mensen in de zaal die vragen hebben voor Adam? Nee, maar iedereen weet wat hij moet doen. Ja, daarom. Ja. Zoek die werkplaats op. Volgens mij heeft elke stad wel eentje. Je had het ook in je talk had je het ook over onzekerheid. Ja. Ontarm je dat nu meer? Nu in de zin van na die onzekerheid die Nicky mij gaf? Nee, in het algemeen. In het algemeen? Tuurlijk. Kijk, het klinkt zo, ja, je onzekerheid omarmen, maar dat is natuurlijk wel waar. Je moet wel op een gegeven moment gewoon iets gaan doen en ergens aan gaan beginnen waarvan je niet zeker weet
of het wel gaat werken. En of het nou heel klein is, in mijn geval, of in het geval van Tonic, heel groot met zo'n pand, weet je wel. Dat je denkt van, maar het wel gewoon doen en maar kijken wat er dan gebeurt. En, dus het hoort er gewoon bij. Ja. Ja. Okay. Geef nog één applaus. Dat is erg. Dankjewel.